Tijd voor een filmpje. Mannekes, hij komt. Hij komt, hè. Deze weekend. Sinterklaas natuurlijk. Hé, je hebt de kinderen toch een schoen doen zetten. En de brieven zijn toch geschreven. Sinterklaas. Hoe wonderbaarlijk was het om daarin te geloven. En nu denken wij vaak, wat maken wij ons kinderen allemaal wijs. Maar dit weekend, allez, zo vandaag, ik dacht, ik ga eens even eens zien. Wie was dat eigenlijk, die Sinterklaas? En ik geef u een paar fedivers mee die misschien interessant kunnen zijn. Eerst en vooral, dat was de Griekse bischop in Myra. En Myra, dat is nu Turkije. En die man heeft geleefd van 230 tot 342. Dus is wel een hele oude man, hè. We zeggen altijd die een goede, brave, oude Sint. Maar dit is wel zeer oud. Nadien zijn zijn reliquieën in 1087 overgebracht naar Bari. Bari, dat is ja, het zuiden van Italië. En dat was toen bekend als het Spaanse Koninkrijk van Napels. Ah, Spanje. Dat doet ons daar ook ergens aan denken. Want inderdaad, toen was Bari eigenlijk veroverd door de Spanjaarden tot in de 18e eeuw. En dan die Zwarte Piet, zeg. Wat is dat voor een figuur? Ah, daar is ook een logische verklaring voor. Want in die tijd was Spanje een onderdeel van het Moorse imperium. Ja, en de Mooren? Die zijn zwart, hè. En daarvan ook die gekke kostuumetjes, zo die mutsjes en die frulletjes aan de kragen en die grote poefmouwen. Dat heeft daar allemaal mee te zien. En ondertussen is ook Spanje, in Spanje beter gezegd, is Sinterklaas ook de patroonheilige van de zeilers. En dat verklaart dan weer waarom dat Sinterklaas met de stoomboot uit Spanje naar België komt. Of naar Nederland. Allee, toch geweldig, hè. We hebben het ons er eens even in verdiept. Maar dat deed mij ook wel denken aan iets anders. Namelijk, we hebben eigenlijk altijd een Sinterklaas. Er is altijd een Sinterklaas waar wij dingen kunnen aanvragen. En die mens, die brengt die dan ook. Die brave oude Sint, die brengt die. Ook voor ons volwassenen. Wanneer stoppen kinderen met Sinterklaas te krijgen? Als ze het niet meer geloven. Ja, de keer derde, vierde leerjaar, ja, dan komen de kinderen er toch wel vaak zelf achter dat die Sint dat eigenlijk maar een fantasieken is van de grote mensen en dat dat allemaal niet waar is. Maar jammer genoeg, ja, ze willen eigenlijk liever in Sinterklaas blijven geloven, want dan krijgen ze nog cadeautjes. En toch, lieve mensen, is het leven niks anders dan cadeautjes krijgen. In het verhaal van Sinterklaas en Zwarte Piet zien we heel goed de tegenstelling tussen goed en slecht. Sinterklaas die de allergrootste weldoener van de wereld is en die voor de kinderen opkomt. En Zwarte Piet die daarnaast staat met zijn whisky of zijn grote zak om de stoute kinderen in te stoppen. En bij ons in het leven gebeurt dat ook zo. Dit hele universum is eigenlijk Sinterklaas. Het hele universum zorgt ervoor dat als wij ons goed gedragen als mens, dat we beloond zullen worden. En dat als wij er een potje van maken, ja, dat het dan toch niet zo goed gaat. Dus, weet je wat, ik heb hier een brief en ik ga daarop schrijven. Liefste Sinterklaas en liefste Zwarte Piet. Hè. Ja, zegt het is toch dankzij ons miserie dat wij ook sterker en groter worden. Voilà. En nu ga ik eens nadenken wat ik zoal ga bestellen bij dat universum voor mij. Weet je wat, we gaan dat ineens te goed doen. Hè. Ik heb mijn schoen meegebracht. Voilà. En ik heb hier zo een paar klontjes en we gaan dat erbij zetten. Zo. Als de honden er hier nu zoiets van afblijven, is het goed. En ja, denk maar eens na, hè. Wat dat jij denk maar eens na wat dat jij deze weekend gaat vragen aan Sinterklaas en Zwarte Piet. Hè. Sinterklaas en Zwarte Piet, het universum dan wel. Hè. Wat zou jij allemaal willen? Wat voor job? Hey, wat voor relaties, wat voor mensen rondom u, wat voor kleren, nog een nieuw schoenen misschien. Wat soort gezondheid zouden willen, in wat soort huis zouden willen wonen. Allemaal dingen om over na te denken. Ik weet het al, zelf. Hey, tot volgende week, hey. Met een brief schrijven nu. Hey. Aan universele Sinterklaas en Zwarte Piet. Bye bye.